Vandaag is in de Surinaamse geschiedenis een hele trieste dag, om het zacht uit te drukken. Het is 37 jaar geleden dat op deze dag, in 1986, er een gruwelijke massaslachting heeft plaatsgevonden door een eenheid van het leger onder leiding toen van bevelhebber Boutersen, waarbij er tenminste 39 mensen, waaronder vrouwen, kinderen, zwangere vrouwen, oudere mensen, bejaarde mensen, zijn vermoord. Het had veel van wraakneming, het had veel van etnische zuivering en niet zoveel te maken met zeg maar een strijd voeren om de belangen van Suriname te behartigen. Dit soort acties worden in de wereld gekwalificeerd als onrecht tegen de menselijkheid. Ik heb ook begrepen dat vandaag in Mooiwana vandaag ook een kranslegging plaatsvindt en ook een plengoffer door de nabestaanden. Ja, te Mooiwana vandaag wordt er een ceremonie georganiseerd. Op de eerste plaats door de stichting Mooiwana onder leiding van André Ayentuna en de heer Kenneth Loayou. Zij hebben natuurlijk hun gemeenschap daar waar het heeft plaatsgevonden opgeroepen om de slachtoffers te herdenken, maar ook om te eren. Er zijn belangstellenden uit de stad die hebben aangegeven dat ze aanwezig willen zijn bij die herdenking. Dat in grote lijnen inhoudt dat er dus er een plengoffer wordt gebracht, op culturele manier uiteraard. Mm-hmm. En dat er een aantal speeches zullen worden afgestoken. Waar wij bijzonder content mee zijn, is dat er ook mensen uit Frans-Guyana, want dat is ook een gevolg geweest van Mooiwana 86, en die komen ook bezoeken. Je moet je voorstellen, de mensen getroosten zich nog financiële consequenties, nog andere zaken, om aanwezig te zijn. Want wat er is gebeurd, moet men heel serieus in acht nemen, omdat zo'n tragedie buiten de slavernij om Suriname niet eerder is overkomen. Mm-hmm. Het is een hele ernstige manier van mensenrechten schendingen. En een van de eisen, al sinds dag één, is geweest dat de daders vervolgd moeten worden. Want we willen niet dat er straffeloosheid in ons land heerst. Mm-hmm. Dat er moordenaars rondlopen in die gemeenschap, terwijl wij als nabestaanden zij aan zij met die mensen staan. Ja, en wat is de stand van zaken momenteel aangaande de moorden die gepleegd zijn? Nou, zoals je weet is de Republiek Suriname veroordeeld bij het Inter-Amerikaans Hof van Mensenrechten, waarbij dus er is veroordeeld en een aantal van die vonnissen zijn reeds tegemoet gekomen door de Surinaamse overheid, waaronder excuses, het betalen van $1.2 miljoen voor schadeloosstelling, het opzetten van een monument ter herdenking. Maar het is nog niet volledig uitgevoerd. Er zijn nog een paar punten die uitgevoerd moeten worden, waarover wij het in Mooiwana vandaag zullen hebben. Oké, wat is de betrokkenheid van Stichting 8 december hieraan precies? Je moet je voorstellen dat Stichting Mooiwana is ook een mensenrechtenorganisatie zoals de onze. En wij proberen de handen in één te slaan om zo'n sterk mogelijk front te vormen. Zodat alle mensenrechten, niet alleen van Mooiwana en van 8 december 1982, maar ook andere mensenrechten schendingen. Je kan er echt een heleboel op noemen die gedurende die jaren van de dictatuur hebben plaatsgevonden, zodat we die wel proberen op te lossen. Het heeft jaarlijks plaatsgevonden, soms in kleiner verband, soms in groter verband, maar dat is de bedoeling. Maar als zou het niet worden gedaan als een organisatie, de memory blijft leven bij de mensen. Want wij vinden dat gerechtigheid voor ieder geldt.